Mijn naam is Savando Crespo en ik wil jullie graag enkele goede, bruikbare en productieve financiële doelen met je delen die je jezelf kunt stellen. Hey, leuk dat je weer kijkt. Je kent ze wel. Vrienden die een prachtige baan hebben, auto van de zaak, veel zekerheid, vorstelijk salaris, plus veel zakelijke voordelen. Maar als je echt met ze gaat praten over hun werk, vinden ze hun werk of saai, of te veel eisend, of ze denken dat ze onvervangbaar zijn. Waarom volgen deze mensen hun hart niet? Nou, enerzijds zitten zij in een gouden kooi, met hun salaris, met hun voordelen, met hun baanzekerheid. Anderzijds hebben ze een huis, een hoge hypotheek, een dure autolening en wellicht een kindopkomst. En willen ze dit jaar nog echt een keer naar een zonnig oord op vakantie en natuurlijk ook de wintersport. Deze door werknemers zelf gecreëerde situatie is de sweet spot van iedere werkgever. Je bent namelijk afhankelijk van je werkgever geworden. Nou, dit is eigenlijk heel simpel, maar niet eenvoudig. Zorg ervoor dat je maandelijks minder uitgeeft dan je verdient. Beleg dat wat je overhoudt in een viertal groeibedrijven en een viertal dividendbedrijven, die je na zorgvuldige analyse natuurlijk of na tips van een gerenommeerde beleggingsclub hebt aangekocht. Koop maandelijks nieuwe aandelen van de al in bezit zijnde bedrijven bij. En wanneer je dit 15 à 20 jaar kunt volhouden, heb je voldoende geld om iedere werkgever uiteindelijk jaloers te maken. Waarom? Omdat je superkrachten hebt gekregen. Je bent onoverwinnelijk geworden. Je bent namelijk niet alleen financieel vrij geworden, maar vooral mentaal vrij. Mentale vrijheid draagt bij aan een dieper gevoel van geluk en tevredenheid in het leven. Omdat je je vrij voelt om je eigen keuzes te maken en je eigen pad te volgen. Nou, tegelijkertijd kan deze financiële en mentale vrijheid je werkgever natuurlijk enorme angst inboezemen. Want financieel onafhankelijke werknemers zijn minder genegen om extra verantwoordelijkheid op zich te nemen, omdat ze toch geen behoefte hebben aan eventuele carrière-mogelijkheden. Werknemers die financieel onafhankelijk zijn, kunnen minder loyaal zijn aan hun werkgever en eerder geneigd zijn om van baan te veranderen of gewoon weg te stoppen wanneer ze niet tevreden zijn. Financieel onafhankelijke werknemers hebben vaak meer controle over hun werk en levenskeuzes, wat kan leiden tot kritisch of zelfs recalcitrant gedrag en minder gehoorzaamheid aan bedrijfsrichtlijnen en procedures. Deze werknemers kunnen zich nu ook nog eens minder verbonden voelen met hun collega's of in hun team, omdat ze minder afhankelijk zijn van sociale steun op het werk. Financieel onafhankelijke mensen kunnen minder bereid zijn om zich aan te passen aan veranderingen binnen het bedrijf of nieuwe werkwijzen te omarmen, omdat ze niks te verliezen hebben behalve hun baan. Kortom, de angst van iedere werkgever is om te ontdekken dat jij zowel mentaal als financieel onafhankelijk bent, omdat dit hun vermogen om controle uit te oefenen over jouw werkprestaties, over jouw loyaliteit, kan de werkzaamheden ondermijnen. Werkgevers vertrouwen op een zekere mate van afhankelijkheid om werknemers gemotiveerd te houden en een gevoel van verbondenheid met het bedrijf te creëren. Nou, die cultiveren van die afhankelijkheid onder werknemers is vaak een bedrijfsstrategie om de stabiliteit en controle binnen een bedrijf te behouden. En het ontdekken van volledige onafhankelijkheid bij een werknemer kan daarom een bron van zorg zijn voor werkgevers. Food for thought, toch? Tot ziens, tot volgende week.